Na de retrojas heeft Segura een waardige opvolger op de markt gebracht, namelijk de Segura Stripe. Ik ben Justin van Motor Kleding Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Segura Stripe, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Segura Stripe is een jas die echt gemaakt is voor de classic motorrijders die op een chopper zitten of eventueel op een zelfbouwcafé racer. Nou, hij is gemaakt van volledig buffalo leer en heeft daarom een hele ouderwetse uitstraling en is daardoor ook natuurlijk heel erg stevig. We hebben de Segura Stripe, de normale uitvoering. Deze is gewoon van dicht buffalo leer gemaakt en heeft nog een thermovoerentje, maar er is eventueel ook nog een perforated uitvoering. Die is helemaal geperforeerd, waardoor die ook lekker verkoelt in de zomer. Als we verder ingaan op de protectie van de jas, nou, zoals we al zeiden, hij is volledig gemaakt van buffalo leer, wat een erg slijtvast materiaal is. En zien we ook overal dat hij rondom dubbel gestikt is, zodat alle stiknaden niet zomaar open kunnen scheuren, mocht jij toch ten val komen. Nou, op de schouders is hij voorzien van CE goedgekeurde schouder- en elleboogprotectoren. En achter op de rug hebben we nog een pocket waarbij we eventueel een rugprotector in zouden kunnen steken, waardoor je ook daar optimaal beschermd bent. Aan de achterkant hebben we de kraag die we zien, die afgewerkt met neopreen, zodat die prettig aanvoelt tijdens het dragen. En dan hebben we aan de zijkant nog een stelbandje op de heupen waarmee je hem wat losser of strakker zou kunnen maken. Ook op de mouwen is hij uitgevoerd met een drukkertje waarmee jij hem losser of strakker zou kunnen stellen, waarmee je dus makkelijker handschoenen over of onder de jas zou kunnen dragen. En is hij daar ook nog uitgevoerd met een rits. Nou, ook op de mouw is nog een zakje te vinden waarmee je makkelijk een pasje in zou kunnen. Moet je bijvoorbeeld door een slagpoort of zo heen moeten en daar een pasje voor nodig hebben. Nou, en is hij aan de zijkant nog uitgevoerd met ventilatieritsen waarmee die nog iets beter zal doorwaaien. Nou, twee grote steekzakken aan de voorkant waarmee we makkelijk wat spullen in zouden mee kunnen nemen. En de kraag zit ook vast met een drukkertje. Nou, als we die jas openmaken, dan zien we hier een uitneembare thermovoering. Ook hier zit een binnenzakje in verwerkt. En zien we hier aan de voorkant nog een Napoleon pocket zitten. Ook kan de thermovoering er natuurlijk helemaal uitgeritst worden. Loopt helemaal door tot onderaan de mouwen. En is daarom dus ook goed geschikt voor als het nog wat frisser is. Mocht je nou toch echt alleen maar met de hele warme temperatuur rijden, dan zou je dus eventueel ook nog kunnen gaan voor de perforated uitvoering. Nou, zoals jullie kunnen zien is deze volledig geperforeerd aan de voor- en de achterkant en zal deze dus met het warme weer maximaal verkoelen. Leer is van zichzelf natuurlijk niet waterdicht. Zorg dus altijd wel voor, ga je een lange toer maken en is er eventueel kans op regen, dat je altijd een regenjasje bij hebt zodat je toch droog over kan komen. Niels is 1,90 meter en draagt van de Segura strijpjas de maat L. Zoals jullie kunnen zien sluit de jas bij Niels goed aan en is hij lang genoeg op de mouwen en op de middel. En zou de maat L voor Niels dus de juiste maat zijn. Nou, zou je deze jas een keer in het echt willen bekijken, bestellen of natuurlijk gewoon aankomen schaffen, kan het dan even in onze winkels of via de webshop. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij Motor Kleding Center doen, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op je YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motor Kleding Center, bedankt voor het kijken.